Goedenavond. Ik wil graag beginnen met de oriënterende ronde van vandaag. En daarom het verzoek of iedereen zijn of haar plaats wil innemen op de tribune of in de zaal. Het is geen lange agenda vandaag, maar wel een belangrijk punt dat erop staat. We beginnen gewoon met de opening, agenda punt 1, opening en mededelingen. Zijn er mededelingen? Niet. Dan zijn we meteen bij agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Kan de agenda uw goedkeuring wegdragen of moet daarop gewijzigd worden? Geen voorstel tot wijziging van de agenda. Dan agenda punt 3, spreekrecht. Daar hebben zich geen insprekers gemeld. Ik weet niet of er op dit moment nog insprekers zich willen melden. Ook niet. Dan zijn we bij agenda punt 4, duurzaam afvalbeheer, omgekeerd inzamelen, fase 2. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Jonkhans, meneer Rodemond, meneer Gelling, meneer Mulder, meneer Nijhoff en mevrouw Van der Hoek. Ik begin bij mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn zeer blij met het voorliggend stuk. Het werd ook tijd. Wij hopen dan ook vanuit onze fractie dat we eindelijk een besluit kunnen nemen. Er is wel één prangende vraag die wij nog open hebben staan. En dat is het maatwerkvoorzieningen voor de mensen die te maken hebben met overmatige luiers of incontinentiemateriaal. En met name het laatste heeft wel onze zorg, want dat zijn mensen die er niet voor gekozen hebben en die daar wel mee geconfronteerd worden. We hebben begrepen dat er wellicht daar maatregelen voor genomen worden en wij willen graag daar uitgebreid antwoord op hoe we dat dan zien en of dat meer kosten met zich meebrengt of niet. Dank u wel. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. In aansluiting op de vraag van GroenLinks met betrekking tot het maatwerk hebben wij slechts een opmerking dat wij dit plan zien als een heel mooi plan en zeker ook als een aanzet tot mogelijke verdere terugdringing van afval. We hebben één vraag over nog en dat gaat over de privacy. Wij hebben technische vragen gesteld hierover in de afgelopen periode. We hebben daarover een antwoord gekregen, ook zeker na bevrediging. Maar één ding bleef een beetje hangen, is dat bepaalde regels die de gemeente hanteert, worden gecommuniceerd, onder andere via de website. En onze vraag is eigenlijk, met betrekking tot dit punt, of we wat actiever kunnen communiceren met onze inwoners, met betrekking tot de privacy, over deze vorm van inzamelen. En dan heb ik het met name dus over dat pasjesysteem. Dank u wel, meneer Botter. Dank u wel, voorzitter. Duurzaam afvalbeheer. Er is lang over gesproken binnen dit gremium. Het is een onderwerp wat ook al verschillende keren op de agenda is geweest. Een aantal keren terug is gehaald en nu staat het opnieuw weer op de agenda. Voorzitter, de betreffende ambtenaar die dit onderwerp in de portefeuille heeft, is een keer in de fractievergadering geweest van opkoers.nu en heeft daar een toelichting gegeven. En met terugwerkende kracht is het goed om de desbetreffende ambtenaar dank voor uit te brengen. Dan nu het meningsvormende deel van de dag van vandaag, duurzaam afvalbeheer. Voorzitter, de fractie van opkoers.nu heeft moeite met het voorliggende stuk. En we zullen u ook vertellen waarom. Zonder de 17 paragrafen onuitputtelijk door te nemen, is het zo dat de financiële component, daar zal ik dan maar mee beginnen, daar hebben wij grote moeite mee. En waar zit dan die moeite? Dat is dat er nauwelijks eigenlijk een extra inspanning wordt verricht. En dat op dit moment nog niet duidelijk is welk voordeel dat gaat opleveren voor de inwoners van onze gemeente. Een beetje doordenkende naar het antwoord van de betreffende portefeuillehouder, zal er een antwoord komen in de trend van, nou, dat nemen we straks met de begroting dan wel mee. Wij vinden dat veel te mager op dit moment. En wij verzoeken dan ook een behoorlijke handreiking om te komen, en niet een inspanningsverplichting, maar een inspanningsresultaat, nu al, om te komen tot lastenverlichting van onze burgers. Tweede punt wat we graag willen maken, voorzitter, is de frequentie van het ophalen van het vuil. Er wordt in het voorliggende stuk, ten aanzien van de grijze container, wordt een bepaalde ophaalfrequentie voorgesteld, waarvan wij denken dat die ver van de dagelijkse realiteit afstaat. En dat is een punt wat wij graag willen maken. Wij denken dat daar een andere frequentie voor moet komen. En wij willen u niet op een bepaalde week vastpinnen, maar
daar zal echt ook een handreiking moeten komen richting onze inwoners om die frequentie met name op te voeren. Dat is in eerste instantie in deze fase onze opmerking en mijn collega mevrouw Kelder heeft daar ook nog een vraag over. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. In de vorige oriënterende ronde is de vraag gesteld of GFT-afvalinzameling in het buitengebied op basis van vrijwilligheid. En volgens mij zou de wethouder dat voor ons uitzoeken. En misschien heeft hij een antwoord voor ons. Dus dat zou ik graag willen weten. Dank u wel. Meneer Mulder. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, in eerste instantie dank de wethouder voor de vragen die in het memo beantwoord zijn. Een groot gedeelte daarmee zijn de vragen beantwoord. Maar ook wij hebben nog een aantal vraagjes over met name het incontinentiemateriaal en de luis. En wij vragen ons af van in hoeverre zal kinderdagverblijven, inwoners, mensen die daar de kinderen naartoe brengen, de inwoners de mogelijkheid kunnen bieden om daar het luiermateriaal in te leveren. Of tegen betaling. Dat is een vraag aan de wethouder van hoe de wethouder dat ziet en of hij bereid is om eventueel met die dagverblijven in conclaaf te gaan. En dan, voorzitter, over de ondergrondse inzameling. We hebben dat, die link die erbij zat is even bekeken van waar zitten al de ondergrondse verzamelcontainers. En dan zien we toch een aantal dingen waarbij we toch de aandacht vragen en dan met name in het centrum van Hardenberg zitten een beduidend aantal ondergrondse verzamelsystemen. Maar wat mijn fractie opvalt is dat er bijvoorbeeld in de wijken als Baalder, met 3500 inwoners, Baalderveld 4000 inwoners, of Norden en Hazenbos ruim 2000 inwoners, maar ook in Dedersvaart aan de zuidzijde van de vaart, daar bevindt zich slechts maar één ondergrondse verzamelsysteem. En nou ja, de wijken zoals Baalder en Baalderveld, daar zitten helemaal geen ondergrondse verzamelsystemen. En ik zie ze ook niet terug, zoals de wethouder, wel de dorpen groter dan 600 inwoners wel een ondergrondse verzamelcontainer verstrekt, maar daar niet. De vraag is van, worden deze ook nog eens een keer weer goed tegen het licht gehouden, zodat ook daar de mogelijkheid geboden wordt om, wanneer de container vol zit, om daar wat te kunnen aanbieden. En dan, voorzitter, we zijn druk bezig om het afval nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van onze inwoners. En onze inwoners te stimuleren om zoveel mogelijk afval bij de bron te scheiden. En daar staan wij volledig achter. Maar wat opvalt is dat wij in de openbare ruimte schijnbaar wel accepteren om alles in een afvalbak te gooien zonder ook maar enige drang van scheiding. Als je in het buitenland komt, zie je in sommige landen dat men ook de bezoekers, gebruikers van de openbare ruimte, de mogelijkheid biedt om afval te scheiden. Mijn fractie zou dan ook de wethouder willen oproepen om hiervoor een pilot te starten om bijvoorbeeld in de openbare gebieden waar zich veel publiek bevindt, de mogelijkheid te bieden om afval gescheiden aan te leveren. Nou denkt mijn fractie aan bijvoorbeeld een pilot in het centrum van Hardenberg en Dedersvaart. En de vraag is, ziet de wethouder ook daar mogelijkheden? En dan als laatste, het voorstel, in het voorstel wordt regelmatig verwezen naar de gemeente Staphorst, waar fase 1 geïntroduceerd is. En kijkende naar de resultaten mag je als gemeente, als Staphorst, daar best trots op zijn. Maar, er wordt steeds gezegd dat het daar al geïntroduceerd is. Maar er komt nog een evaluatie van deze fase 1. En dus het is niet zo dat het allemaal al definitief is, ook in Staphorst niet. Dus mijn fractie vraagt daarom van, krijgen we hier, als wij hiermee instemmen, ook nog een evaluatie over de fase 2 in Hardenberg. Want mochten daar wel problemen opleveren, dan zou het toch wel zo netjes zijn om die problemen dan in 2018, 2019 oplossen. En als het moet, eerder. Tot zover. Dank u wel. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij van de Partij van de Arbeid zijn blij met het niet zozeer heel erg hemelbestormende voorstel. Want er zijn al veel gemeenten ons voorgegaan in het omgekeerd inzamelen en het invoeren daarvan.
En we roepen daarom ook op een vlotte invoering, met een goede campagne voor de invoering. We sluiten ons aan bij de vragen van de ChristenUnie over de onevenwichtige verdeling in de buurten. Dat was ons ook opgevallen en dat daar willen we wel graag weten wat het college denkt daaraan te gaan doen. Want in het centrum zijn heel veel plekken, maar in de buitenwijken helemaal niet. En je ziet toch in bepaalde wijken dat daar ook een vergrijzing optreedt. En daar zie ik wel problemen ontstaan. Dus dat waren onze vragen. Dank u wel. Meneer Gelling. Voorzitter, dank u wel. De VVD-fractie is wat minder positief over de plannen die al een hele poos liggen. Het duurt allemaal heel erg lang. En er komt wat ons betreft ook wat weinig verandering in, althans weinig verbetering in. En wat ons betreft valt het hele voorstel eigenlijk uiteen in twee componenten. Dat is enerzijds de hergebruikcomponent. Daar kunnen wij ons wel in vinden. Het positief benaderen van het hergebruik van plastic en GFT, die plannen op zich vinden we niet zo raar. En u raakt ons wat kwijt bij de vervolgcomponent, dat is het restafval. Waarbij u eigenlijk in onze beleving niet heel veel meer doet dan het steeds minder vaak ophalen. En daar zit ons even wat weinig beleid achter. Wij zijn bovendien heel erg benieuwd hoe dit een eerste stap is. Alle inspanningen die u nu doet om 8 kilo minder afval te gaan genereren. Naar uiteindelijk een doelstelling over 7 jaar waarbij u wil komen van 100 kilogram nu. Naar 30 kilogram, als we zien hoeveel inspanning u al levert voor het bedrag wat nu ligt, de 100 kilo. Hoe wilt u dan komen tot 30 kilo? Als ik het schema zo zie, dan stelt u zelf voor om het restafval in het ophaalparcours nog maar één keer in de 4 maanden op te halen. Nou, ons bedrijf kunt u dan net zo goed niet ophalen, hè, want als je 4 maanden een container hebt staan, lijkt ons dat niet meer beleid. Dat beleid mis ik überhaupt daarin. En het tweede deel is eigenlijk, dus los van wat gaat u eigenlijk doen om ervoor te zorgen dat we naar 30 kilogram toe kunnen. Maar wat ik belangrijk vind, is dat daar wat ons betreft in ieder geval voor noodzakelijk is. Een koers doet het lastenverlichting. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Wat u in onze beleving feitelijk doet, is steeds minder dienst verlenen. U vraagt om een inspanning van de burgers. En die inspanning wordt niet beloond. Sterker nog, u schrijft overal het motto, het mantra bijna is geworden. Duurzaam maar niet duurder. En dat is mijn fractie toch absoluut niet met u eens. Want als je van in oorsprong één keer in de 14 dagen een vuilnis ophalen naar één keer in de 2 maanden gaat, dan kunt u wel zeggen het is even duur. Maar in mijn beleving is dan de dienst in ieder geval met 400% afgenomen. En ik kan dan niet anders dan constateren dat het dus veel duurder is geworden. Niet in absolute bedragen. Maar als u voor 100 euro tankt en de diesel wordt 2 keer zo duur, dan hebt u echt veel minder diesel in de tank. En is die echt 2 keer duur geworden. Dat is wat ons betreft, mist u volstrekt de prikkel om ervoor te zorgen dat wij het ook leuk gaan vinden om minder afval, in ieder geval restafval te produceren. En dat vind ik hier iets in, nog los van hele praktische dingen hoor, dat je geen weken dingen naast de deur wil hebben. Dat het uiteindelijk zo wordt dat als ik iets aan wil bieden, dat ik dan voor moet betalen. Missen wij dus het beleid hierachter. Wij zien heel weinig visie om te komen tot een uiteindelijk gebruik van 30 kilo. Maar met name missen wij ook de prikkel om financieel daarin een bijdrage te verkrijgen. Dat als je het goed doet, dat je dat ook naar beloond wordt. Voorzitter, maar de prikkel zit er toch in om beter te scheiden, waardoor je van die 100 naar die 30 gaat? Of is u dat ontgaan? Nee, dat is mij niet ontgaan dat u dat wil. Het is mij alleen wat mij niet ontgaat, is dat u deze inspanning doet voor 8 kilo. Dus het plan wat hier nu ligt, is om de doelstelling te behalen voor 2020 van 108 naar 100 kilo. Daar moet u een heleboel voor doen. Dan bent u nog lang niet op de 30 kilo. Dat is nog 300% moet u dan nog gaan doen. Als dat zonder prikkel gebeurt, zien wij dat niet gebeuren. Dus ik mis het niet. Zeg nog, ik mis het hele beleid. Ik heb geen idee hoe u dat wil doen, anders dan dat u het gewoon niet meer ophaalt. Ja, dan moet u toch even naar de scheiding, of althans de fracties die er nog in de restcategorie zit. Dan kunt u zien dat daar, als u nog beter scheidt, dat u dan minder restafval krijgt en dus ook lagere kosten. Ik begrijp best wel, jongens, voorzitter, mag ik begrijp best dat als je nog beter scheidt, dat je daar een paar kilo minder afval door produceert, om het zo maar te zeggen. Wat ik alleen volstrekt niet zie, en dat kunt u ook niet in de cijfers duidelijk maken, is dat dat zonder enige stimulans, hè, want ik krijg daar niks voor, want ik betaal nog steeds het bedrag. Ja, als u het één keer in de 4 maanden ophaalt, wordt het iets goedkoper. Hè, dan ben ik 30 euro goedkoper dan nu. Maar dan staat dus mijn vuilnis 4 maanden naast mijn deur. Dat is wat u voor hebt in 2020. Om te komen op de 100 kilo, zoals ik hier nu staan.
En wat ik niet zie, is ik zie geen enkele vorm van beleid. Ik zie niets. Het enige wat u doet, is u stimuleert het hergebruiken, dus GFT en plastic. En verder haalt u de rest gewoon niet meer op. Dat is ongeveer wat er gebeurt. En in mijn beleving is dat geen enkele stimulans en ook geen beleid. Nee, maar niet scheiden levert meer restafval op. Dus hoe beter u scheidt, hoe minder u heeft. En dat wat u suggereert, is dat het zeg maar gaat stinken en dat het vervelend is dat het 4 weken naast de, of 4 maanden naast de deur staat. Dat is volstrekt niet wat ik suggereer, voorzitter. Wat ik suggereer is dat ik heel graag mijn medewerking wil verlenen aan een bepaalde gedachte. En dat ik daarvoor beloond wil worden. Als ik dat doe, als ik dus minder afval produceer, wil ik daarvoor uiteindelijk ook minder betalen. En de vastrechtcomponent in onze beleving is veel te hoog. Die gaat alleen maar, die wordt alleen maar meer. En we kunnen heel technisch gaan vragen waar het allemaal in zit. Hebben we gevraagd. Maar het is mij niet helemaal helder waar het in zit. Ik geloof niet dat het niet helemaal helder is. Waar had u mij vast wel toegestuurd? Daar gaat het mee om. Wij geloven absoluut niet. De praktijk is ook niet zo dat de maatregelen zoals die tot nu toe getroffen zijn, dat soort van grote stappen tot gevolg hebben. Dat ziet u zelf in het plan. 8 kilo is wat deze maatregelen tot gevolg hebben. Wilt u er dus voor zorgen? Het is goed bedoeld hoor, meneer Jonkans. Ik ben niet aan het pesten hier. Maar wilt u ervoor zorgen dat mensen uiteindelijk en heel goed gaan scheiden, maar ook niet 4 maanden lang de vuilniszuimen naast de deur hebben staan. Heel praktisch, bij mij in de flat betekent dat 24 emmers gewoon 4 maanden lang naast elkaar in een garagebox staan. Nou, dat vind ik een totaal, dus nog los van incontinentie, ik weet niet of er bij mij mensen zijn, nog los van de privacy die daarvoor geldt, maar dat is het gevolg van de maatregelen zoals ze hier staan. Er staat wekenlang, en we hebben al mailtjes gekregen, mensen die mosselen, je kunt zich allemaal dingen voorstellen die je geen 4 maanden, ook geen 2 maanden lang naast je deur hebt staan. Mosselafval mag maar, bij de GFT. Maar wij van de hoogbouw, meneer Jonkant, ik zie u tevreden kijken, maar wij van de hoogbouw hebben geen GFT. Dus bij mij staan mosseltjes 4 maanden in de kelder. Dank u wel. En overigens kan ik ook vertellen dat wij van de hoogbouw ook best wel eens een sinaasappeltje eten en een bloemkooltje plukken. Wat kennelijk hier door het college als niet zo wordt gezien. Maar los daarvan. Principieel ben ik met u dat de doelstelling misschien nog wel verder zou mogen liggen. Misschien moet u nou helemaal geen restafval. Maar in onze beleving, en daar zijn we heel stringent in, gaat u dat volstrekt niet bereiken zonder de prikkel financieel erachter te zetten. Zonder dat ik daarvoor beloond word. Dat is wat er staat. Want zonder beloning zie ik niet in dat u van 100 kilo naar 30 kilo gaat. Dank u wel, meneer Gelling. Meneer Nijhoff. Dank u wel, voorzitter. Het is sowieso al bijzonder dat we een tweede oriënterende ronde hebben over hetzelfde onderwerp. Al is het dit keer vanwege aanvullende informatie en het feit dat de vorige keer geen tweede termijn was vanwege tijdsgebrek. Namens het CDA ga ik niet alles herhalen wat vorige keer is gezegd. Wel bijzonder vond ik een aantal kwalificaties die de wethouder gaf aan partijen die nog de nodige vraagtekens hebben. Zoals emotie en koud watervrees bij veranderingen. Overigens een ambitieuze wethouder en dat is op zich goed. Als CDA denken we de gestelde doelen ook gehaald kunnen worden zonder de verlaging van het serviceniveau en tegen lagere kosten. Ik ga in op punt 1 van het raadsvoorstel. Betreft de verlaging van de frequentie van inzamelen van het restafval van 1 maal per 4 weken naar 1 maal per 8 weken. De CDA-fractie vindt het opmerkelijk dat een naar tevredenheid functionerend systeem nu gewijzigd moet worden met allerlei maatregelen die op zich ook weer geld kosten. Te weten, extra investeringen in ondergronds afvalsysteem voor mensen die onvoldoende ruimte hebben om al hun afval 8 weken te bewaren. Maatwerkoplossingen voor mensen die echt problemen krijgen, onder andere vanwege luiers en incontinentiemateriaal en overige specifieke gevallen. De portefeuillehouder is nogal enthousiast over de overgangsmaatregel van ondergrondse afvalsysteem. Ook vanwege de volgens hem lagere kosten voor de burger. Echter, een container heeft toch aanzienlijk meer inhoud dan een plastic zak. Ruim 9 euro vergelijken van een container met 1,20 euro voor een zak is dus ook niet terecht. Criteria voor het te kiezen systeem zijn naast duurzaamheid ook serviceniveau en kosten. Alleen al op het gebied van serviceniveau, naar de burger scoort deze maatregel negatief. En wat kosten betreft, hebt u in de kostenopstelling de kosten van extra ondergronds opslagsysteem nog niet meegenomen. We zijn echter wel benieuwd naar het toekomstbeeld van het aanbieden van restafval. Gezien de ingeschatte daling van het aantal aanbiedingen van ruim 6 nu per jaar, naar 3,25 in 2019.
en het enthousiasme over die ondergrondse of afvalsystemen. Is het toekomstbeeld van de portefeuillehouder dat we in 2019 of 2020 al ons restafval maar naar de ondergrondse afvalsysteem brengen? En dat de kosten te zijner tijd ook zullen oplopen? In de systematiek van de wethouder, duurzaam maar niet duurder, betalen we in de toekomst op jaarbasis niet of niet veel meer. Maar hij vergeet daarbij te zeggen dat de burgers dan wel ongeveer de helft minder aanbieden. Daarmee zegt hij toch eigenlijk dat de burger per kilogram afval het dubbele gaat betalen. Rova zal haar omzetniveau graag op peil willen houden en zal daarbij haar offertes insturen. De CDA-fractie is dus absoluut niet overtuigd. De ChristenUnie heeft vorige keer een vraag gesteld over mogelijke differentiatie van het vastrecht voor één persoon en meerpersoonshuishoudens. Als CDA hebben we de vorige keer ook gevraagd hoe het tegemoet komt aan de uitgangspunten van DIFTAR, namelijk dat de vervuiler betaalt. Dat is ook een vorm van differentiatie. Het is toch wel bijzonder dat het vastrecht 155 euro per aansluiting is en variabel, zelfs bij 13 maal aanbieden, lager is. Hoe kijkt de wethouder aan tegen het verlagen van het vastrecht in combinatie met een verhoging van de variabele tarief? Daarmee kun je ook sturen op gedragsverandering. En daar is wel meer inzicht voor nodig in de opbouw van de vaste kosten. Dat was toegezegd, maar deze info hebben we tot op heden niet ontvangen. Het tweede punt van het voorstel betreft de inzameling van PMD, plastic, metaal en drankverpakkingen. We zijn positief over de voorgestelde nieuwe plaatsen containers bij grondgebonden woningen. Daarmee komt u tegemoet aan een aantal praktische problemen. Om dit bij hogebouw via ondergrondsysteem te realiseren, heeft onze instemming. ChristenUnie heeft vorige keer een opmerking gemaakt over PMD op scholen. Dit niet apart ophalen is duurzaamheid tekort doen. In plaats van hergebruik gaan we het maar verbranden. Daar moet toch een oplossing voor komen. Blij dat het portefeuille hier werk van maakt, maar we zijn wel benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Dan punt 3, inzameling van GFT in het buitengebied opnieuw in te voeren. Daarover hebben we de vorige keer ook al een aantal vragen gesteld. Er is aanvullende info verstrekt. De ChristenUnie heeft onze vorige OR gevraagd naar de redenen waarom we tegen deze herinvoering zijn. Daarop heb ik geantwoord dat we toch 18 juli leefden met informatie die we op 23 mei in de infobijeenkomst hadden ontvangen. Namelijk dat de hoeveelheid GFT in de kernen en in het buitengebied nagenoeg gelijk was. De portefeuillehouder gaf 18 juli aan dat er toch een behoorlijk verschil in zit. We hebben nader informatie ontvangen van sorteeranalyses van 2015 en 2016. Uit de ontvangen informatie van de analyses blijkt dat er geen groot verschil is tussen aandeel GFT in het grijze afval buitengebied en stedelijk gebied. Is het dan misschien niet effectiever de variabele tarieven te verhogen? Dat zal leiden tot lager afvulgedrag en dus minder GFT in het restafval. En dus minder geregistreerd afval per saldo en het sneller behalen van de doelstellingen. Wat opvalt in de sorteeranalyses is dat 24 kilogram keukenafval in 110 kilogram restafval als normaal wordt beoordeeld. U hebt zelf aangegeven dat slechts 30% van het restafval ook echt restafval is. De vraag is dan ook, ook de vorige keer gevraagd, of u niet denkt dat u via extra voorlichting de doelstellingen kunt halen. U hecht blijkbaar veel waarde aan GFT uit het buitengebied, maar van hoogbouw, waar toch ook 2500 aansluitingen zijn, zegt u, daar gaan we het afval niet gescheiden ophalen. Argumentatie, marginale hoeveelheden en aanbiedingen, hoge mate van verontreiniging met restafval en hoge inzamelingskosten. Vraag is dan ook, is het gedrag van de bewoners daar zoveel anders? Een andere vraag, hoe gaan sterk verstedelijke gebieden hiermee om, om toch ook aan de doelstellingen te voldoen qua hoeveelheid restafval en percentage hergebruik? Ik kreeg ook de indruk dat u de heer Gelling tekort deed. Het betreurt de CDA-fractie dat de portefeuillehouder geen keuzemogelijkheid wil geven aan de aansluiting in het buitengebied voor wat betreft GFT. Hij zegt niet dat het niet kan. Uw argumentatie dat u zegt
dat u een collectief systeem wilt met voor iedereen eenzelfde voorziening, gaat er gemakshalve maar vanuit dat hoogbouw de uitzondering nodig heeft. De drie criteria voor de portefeuillehouder te weten: duurzaamheid, serviceniveau en kosten, zijn voor de CDA-fractie ook belangrijke criteria. Echter, naar onze mening gaat het serviceniveau naar beneden en worden de kosten per kilogram restafval alleen maar hoger. Kortom, CDA is voorstander om de doelstellingen te halen, zoals ook bij het begin van mijn verhaal is aangegeven. Maar we zijn niet enthousiast over de voorgestelde aanpak. De kans is daarom groot dat CDA eerst de status quo wil handhaven en zich meer wil richten om de uitgangspunten van de vervuiler betaald en daarvoor een systeem te bedenken, in plaats van nu over te gaan op een systeem waarbij burgers hogere kosten moeten maken bij een lager service. Hoezo efficiëntie? Goed gedrag moet beloond worden in de toekomstgerichte visie over afval. Dank u wel, meneer Nijhoff. Ik geef graag het woord aan de portefeuillehouder. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mooi om hier weer te staan voor de tweede ronde over afval. Een thema wat ons allemaal bezighoudt. Ja, meneer Nijhoff, en het geeft altijd wel iets van emotie volgens mij. Daar heb ik ook gemerkt, niet alleen hier, maar dat is ook landelijk zo, ook bij andere gemeenten, bij collega's die hierover spreken. En dat is ook logisch, vind ik. En dat moet je ook uiterst serieus nemen, die emotie. Het gaat wel gewoon om de dingen die in en om onze woning plaatsvinden. En ik heb, als u zegt, koudwatervrees. Ik heb volgens mij vorige keer nadrukkelijk aangegeven hoe andere gemeenten op dezelfde wijze acteren nu met deze vorm van inzameling. En ook hebben gezegd, ook naar mij toe, van in het begin hebben we ook wat weerstand geproefd. Ook wel die emotie. Maar soms is het ook een kwestie van even doorzetten. Want we zitten al heel dicht tegen het niveau aan waar we naartoe willen. Ik heb ook nadrukkelijk gezegd dat we niet zomaar in één keer overgaan van één keer per 4 naar 8 weken. Want we willen juist dat die overgang regelen met die ondergrondse voorzieningen. Daarom hebben we die compensatie via die OVS geregeld. Maar we kunnen zeggen, doen we niet. We gaan nu heel sec. Dit was destijds van 1 keer per 2 naar 4 weken, 4 naar 8 weken. We hebben juist die ondergrondse voorziening als overloop willen hanteren. In de wetenschap, dat nu al meer dan de helft van het aantal huishoudens al op die frequentie zit. Van 1 keer per 8 weken. Dat heeft u allemaal kunnen zien in de informatie die u heeft. Ik ga proberen de vragen te beantwoorden. Soms zijn het ook wat meer stellingen geweest die u heeft geponeerd. En ik wil ze één voor één behandelen, mevrouw de voorzitter, want ik heb vorige keer nadrukkelijk aangegeven waarom we dit doen. Vanuit met name duurzaamheid, maar niet duurder. Ook vanuit de kwaliteit van dienstverlening, daar kun je over reden twisten met elkaar, maar dat doen we zeer zeker. De kwaliteit van dienstverlening is ook het totaalpakket wat je levert. Dan kun je zeggen, ja, als je teruggaat, is dat dan kwalitatief minder of meer. En als je het compenseert, kom je weer dicht bij het kwaliteitsniveau wat je wilt. En als je tegelijkertijd de plastic zak niet meer hanteert, maar die inruilt voor die container, komen tegemoet aan heel veel wensen van mensen die dat bij ons hebben ingediend, die vraag. En we hebben ook gezegd, kwaliteit is ook dat je afval 24 uur per dag kunt brengen, als een OVS. Daar moet je misschien wel iets voor doen. Maar we zien in de praktijk, ook bij andere gemeenten, directe omgeving, Stapel, Zwarte Waterland, en ik kan het nog veel meer noemen, die zeggen van, in de praktijk valt het reuze mee. Ja, je moet rekening houden met mensen die niet goed te been zijn, dat hebben we ook gezegd. U heeft kunnen lezen in een memo die ik heb gestuurd, dat we daar altijd oplossingen voor vinden. Dat hebben we in de gemeente om en ook gedaan, ook met Clean Team. En ik zeg ook heel nadrukkelijk tegen mensen, ook mensen die nu slecht te been zijn, moeten ook met de container iets gaan doen. Daar wordt nu vaak in de praktijk ook een oplossing voor gevonden. Dus daar wil ik nadrukkelijk stellen. En als u zegt, dat heb ik vanavond ook gehoord. Ik misschien dacht dat het een vraag was. Maar. En als u zegt, van, nou, we moeten aandacht en zorg hebben voor mensen met bovenmatig veel medisch afval. Hè, dan hebben we ook nadrukkelijk in onze memo weergegeven, daar gaan we een regeling voor ontwikkelen. En dan moet u veel meer denken in de vorm van een compensatieregeling. Zo financieel. Dat zien we ook bij andere gemeenten. En in het memo heb ik ook aangegeven naar u toe. Daar komen we bij u mee terug, richting de begroting. En dan gaat het echt niet om aanzienlijke bedragen. Dat is zoals we de ervaringscijfers nu hebben gekregen van het andere gemeente. Dus we hebben oog en oor voor mensen die bovenmatig veel afval hebben. En met name op het terrein van medisch afval.
Die vraag hebben wij ook als gemeente regelmatig gekregen. Dus duurzaam, maar niet duurder. Kwaliteit, service, dienstniveau. En de prikkel, ja, we willen die prikkel wel neerleggen bij onze inwoners. Want we hebben vorige week, of de vorige keer ook nadrukkelijk met elkaar stilgestaan bij over het aspect van de vervuiler betaald. Maar ik heb ook wel toen gezegd als nuance de gebruiker betaalt. Dat staat ook in het VN-verdrag nadrukkelijk vermeld als het gaat om dit onderwerp op de gebruiker. En natuurlijk, de gebruiker heeft een verantwoordelijkheid om ook zorgvuldig in te kopen. Kan niet altijd zonder afval, zeg ik ook altijd nadrukkelijk. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid ligt dus bij ons allemaal. Ik ga toe naar de vraag. Mevrouw Van Hoek. En u heeft net de andere fractievoorzitters volgens mij ook gezegd van het werd tijd. Maar we hebben volgens mij ook ruime tijd genomen. Om het met elkaar ook zover te laten komen. Want het heeft heel veel vragen bij u opgeleverd. We hebben ook heel veel afstemming gehad met plaatselijke belangen. Dus we hebben ook het proces benut om tot dit voorstel te komen. Ik wil het wel nadrukkelijk genoemd hebben. En kwaliteit vindt u volgens mij belangrijker dan snelheid en een slecht voorstel. En vandaar dat u vorige keer volgens mij heeft gevraagd, volgens mij meneer Gelling, om het nog eens een keer opnieuw hier te oriënteren en te bespreken. Maatwerkvoorziening, nou volgens mij heb ik daar al iets van gezegd. Wij komen dus met een voorstel van een compensatieregeling, als het hier om gaat. Meneer Rodemond, dank ook voor uw complimenten voor het plan. En terecht dat u wijst op de privacy. Nou, we hebben gezegd dat we dat via de website zouden doen, volgens mij. Ik denk dat het goed is dat we op onze gemeentelijke pagina wekelijks in ieder geval in die pagina informatie verstrekken over privacywetgeving op het moment dat dit plan doorgaat. Dus dat gaan we actiever nog brengen dan hier in dit stuk is weergegeven. Meneer Bortel, dank aan de ambtenaar. Nou, die brengen we graag over. Volgens mij ben ik ook bij u geweest toen, dacht ik, ook nog hebben we gezamenlijk een bezoek gebracht. Dat geeft niks, dat is helemaal niet erg. Want daar zit ook hier, achter mij zit de deskundigheid, zeg ik altijd. Nou, ik mag het vertalen. Ik ben wat verrast door uw vraag, moet ik zeggen. Want volgens mij gaat het om financiële component. Daar hebben we nadrukkelijk in dit stuk, in allerlei bijlagen, over de financiële vertaling hiervan gesproken. Dus als u zegt van ja, er ontbreekt aan informatie, dan deel ik dus niet met u. Want als het gaat om wat levert dat nou precies op? A, wat betreft systeemkosten. We hebben gezegd, uiteindelijk levert dit plan, dit model, minder systeemkosten op. Min 60.000, kun je zo zien. En we hebben het ook nog vertaald naar de inwoners toe. Dus volgens mij staat het heel glashelder op papier. Als u de koppeling legt naar verlastingverlichting. Ja, dat is een andere discussie met elkaar. Dan hebben we het over lastingverlichting volgens mij in de breedte. En dat is een discussie die we dan straks aan het eind van het jaar met elkaar moeten gaan voeren. Daar waar het hoort. Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de portefeuillehouder? Voorzitter, misschien ben ik onduidelijk geweest of misschien heeft u het niet goed begrepen. Het kan er ook ergens tussenin liggen. Maar er is één persoon in deze raad geweest die heel expliciet ook dit benoemd heeft. Ook daarop aan gerefereerd heeft op dit moment. Dat feitelijk is het zo dat u voor dezelfde handelingen, of voor minder handelingen, hetzelfde bedrag vraagt. En de heer Gelling heeft de vergelijking gemaakt met het dieselverhaal of het energieverhaal. U heeft dat gehoord. In feite is het zo dat voor minder dienstverlening blijft u dus hetzelfde geld vragen aan onze inwoners. En dat is een heel raar bedrag. Niet alleen een raar gevoel, maar dat is ook slecht te verkopen richting de mensen. De heer Nijhoff heeft daar ook aan gerefereerd in uitzonderlijke mooie bewoordingen om dat compliment uit te delen. Maar daar sluipt iets in dat daar iets niet klopt. En dat is het punt wat ik wilde maken. En het is een oriënterende ronde, wij zullen vrienden voor u blijven vanavond. Maar in onze beleving, en dan maak ik het heel plat, klopt dat gewoon niet. Ja, dat is een waardeoordeel die u zelf geeft. Ik kan alleen zeggen, maar ik merk dat er soms verwarring bestaat over wat nou precies het voor de inwoner en burger betekent. Hè? Als je het hebt over vaste recht en DEFTA, als je het hebt over totale kosten die iemand betaalt, dan heb je het over die twee componenten. Wij hebben DEFTA ooit ingevoerd, daar was u ook bij, om juist die prikkel bij de inwoners neer te leggen. Hoe minder je vaak aanbiedt, hoe minder kosten je betaalt uiteindelijk
En dat bij elkaar genomen, vastlegt in detail, bepaalt uiteindelijk het totale kostenplaatje waar een inwoner mee te maken heeft. Dat is het verhaal. En ik heb ook vorig jaar nadrukkelijk aangegeven dat wij ook als gemeentelijke organisatie bij de jaarlijkse belastingaanslag die u allemaal krijgt, misschien nog beter in beeld moeten brengen hoe vaak een container is aangeboden om te laten zien daar waar de besparing zit, dat DIFTAL. Dus het zijn die twee componenten volgens mij die af en toe verwarring geven, waarbij automatisch ook de discussie over vastrecht weer terugkeert. Voorzitter. Meneer Mulder. Ja, en daar komt nog iets bij, dat wij met elkaar ook hebben afgesproken dat je groenafval gratis kan brengen naar het bovenveld. Dus dat is ook een extra component die ook betaald moet worden. Het is niet zo dat je het gratis brengt. Ja, wij wel. Maar uiteindelijk betaalt de consument betaalt dat gewoon. Dus het is niet alleen maar het ophalen van elke week of elke 14 dagen of één keer in de 8 weken. Nee, we hebben daar ook wat voordelen bij. En als je ziet bijvoorbeeld het bladverhaal, het blad wordt nu opgehaald in Korven. Dat is wel extra die wij de burger faciliteren. Nou, ik zie niet dat bijvoorbeeld deze gemeente gaat zeggen van oh, je komt met een kruiwagen met blad naar een bladverzamelplaats. Oh, die moet je nog even een euro betalen. Dat zit gewoon in datgene wat wij betalen. Voorzitter, ik zou er kort op willen reageren, ja, als u mij dat toestaat. Dat is goed, meneer Botter, en daarna krijgt meneer Jongmans even de gelegenheid. Meneer Mulder, al die componenten die als u benoemt, die waren al van kracht in de oude regeling. Ik zal dat punt, voor het geval u het nog niet goed begrepen heeft, dan kunt u het met uw fractie bespreken. Het feit is dat er minder inspanning... Bent u niet goed geïnformeerd. In het verleden moesten we ten alle tijde betalen op het bovenveld. Dat is niet waar, meneer Mulder. Het groenafval kon al gratis weggebracht worden op een aantal momenten in het jaar. Het kon gratis weggebracht worden. En u brengt dat nu in alsof dat een nieuwe component in het voorstel is. Dat is een pertinente onwaarheid. U kunt nu ten alle tijde het groenafval naar het bovenveld brengen. En dat is een extra component die dus nu betaald wordt. Voorzitter, ik laat het erbij. Ja, want dit blijft wel en niet. Meneer Jongmans. Ja, ik heb een vraag voor meneer Botter. U zegt dat het eigenlijk lood om hout ijzer is. Maar ik stel dan vast dat bij een gelijkblijvende hoeveelheid totale afval van alle componenten, dat ik in dit staatje zie dat het toch elk jaar ongeveer 10 tot 15 euro goedkoper gaat worden. Legt u mij dan eens uit waar dan die extra kosten dan in zitten? Meneer Jongmans, het is zo, en dat is de laatste wat ik erover wil zeggen, voorzitter. Ik zal het u proberen nog een keer te vertellen. Het voorstel wat er ligt is zo dat het voorzieningen die worden geboden, dus het aantal keren dat het opgehaald wordt, dat vermindert in het voorstel. Hetgeen wat de inwoner van onze gemeente moet betalen, blijft nagenoeg hetzelfde. En dat is het punt wat wij naar voren willen brengen. Maar misschien ben ik onduidelijk. Maar als er toch minder aangeboden wordt, dan ben je toch hartstikke gek dat je lege containers gaat ophalen en gaat ledigen. Je wacht toch tot hij vol is. En als er minder wordt aangeboden, dan is het toch ook logisch dat je de frequentie naar beneden bijstelt. Ja, en dat het ook voordeliger wordt, meneer Jongmans. Wat wordt het? Meneer Jongmans, ik zou zeggen, droom lekker verder met uw partij. En dat is misschien ook wel de reden dat landelijk gezien uw partij zodanig gezakt is dat mensen het niet meer begrijpen. Meneer Botter. Dit lijkt me een opmerking die hier en nu niet op zijn plaats is. En ik zou deze discussie nu ook graag willen afkappen en het woord teruggeven aan de portefeuillehouder. Voorzitter, mag ik wel een vraag stellen? Zeker. We willen graag sturen op het gedrag van onze burgers. En ik heb aangegeven in mijn verhaal dat vastrecht is 155 euro. En als je 13 maal per jaar aanbiedt, dan zit je op een nog lager bedrag. Is het dan geen overweging waard om te kijken van hoe kunnen we nu die verhouding wat anders maken? Dus schuiven vaste lasten naar beneden en degene die vaak aanbiedt dus ook zwaarder belasten. Voorzitter, mag ik daar eerst op reageren voordat de wethouder doet? Ja, maar daarna wil ik wel echt het woord teruggeven aan de wethouder. Ik ben heel erg benieuwd in hoeverre dan... In uw gedachten van de CDA-fractie dan
deze vorm van de vervuiler betaalt, dat zich doorvertaalt naar de inwoner. Daar bedoel ik mee meer gezinshuishoudens die niet de middelen hebben om dan die bijdrage te leveren en meer aanbieden, gaan we daar dan ook nog een maatwerkvoorziening in doen door die variabele kosten neer te leggen. Want dit wordt een hele ingewikkelde discussie, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik ben dan benieuwd hoe het CDA daar dan tegenaan kijkt. Want dat de vervuiler betaalt en dat je daarmee dwingt, zo hebben wij het gelezen, dat je je restafval aan het bod verlaagt en je vastrecht gelijk, als dat je gelijk morgen gelijk kappen houdt, lijkt me een eerlijke vorm voor iedereen. En wat u suggereert is dat je dus, als je met meer mensen bent, ga je dus meer betalen, ongeacht of die draagvlak er is. Hoe zit dat dan in eerlijkheid naar de inwoners waar u dan zo voor pleit? Je probeert een prikkel te gebruiken. Dus om een doelstelling sneller te gaan halen. Minder GFT in het restafval. Dat is de doelstelling. En het totaalbedrag aan vaste kosten gaat dan naar beneden natuurlijk. Als het variabel tarief naar boven gaat, gaat het vaste gedeelte naar beneden. Dus er vindt enige compensatie plaats. Voorzitter, mag ik één opmerking maken in deze hele discussie? Volgens mij is het rendement en de opbrengst die we hieruit willen halen niet de paar euro's die we besparen, maar dat we toekomstgericht bezig zijn en kijken naar hoe we op een andere manier gaan investeren op lange termijn toekomst. Maar we hebben het over euro's, dus ik laat de discussie graag verder aan u. Wij kijken er compleet anders tegenaan over rendement en inkomsten en opbrengst. Meneer Gelling, als het kort is, want ik wil heel graag meneer Nou, voorzitter, op korte reacties betrapt u mij zelden. Maar toch wil ik als graag... Als u het wil proberen... Wat mij opvalt in deze discussie, wil ik toch even een punt maken. Ik hoor de wethouder het ook zeggen dat het om emoties gaat. En ik denk dat dat nu weer het geval is. Hè. Het kabbelt zo in een wat merkwaardig vat van rare emoties. Terwijl ik eigenlijk zou willen stellen dat ik bij u de emotie mis om dit hele dossier naast tot een goed einde te brengen. Hè. Want u laat het maar voortkabbelen. Het duurt nu al 2 jaar zitten we over dit onderwerp om ongeveer te praten. En het lijkt weer een kant op te gaan die niet helemaal de uwe wordt. Terwijl we volgens mij, als ik de gemene delen die uitpak, allemaal hetzelfde willen. Dat is uiteindelijk zo weinig mogelijk restafval om te komen tot veel hergebruik en een hele duurzame kalender. Dat is volgens mij waar het om gaat. En we verschillen over de gedachten daarom. Ik denk dat er een kleine meerderheid, ik tel de neus ondertussen, zich aftekent naar toch een stimulans in geld. Dat kunt u heel plat vinden, maar dat is wel de meest gemene delen die iedereen tamelijk raakt. En het houdt dus niet in dat uw gezinnen geraakt worden. Dat zou moeten betekenen dat het vastrechtcomponent behoorlijk naar beneden gaat, waardoor iedereen iets aanbiedt, daarop betaalt. Want u bent het met me eens, als je 1 keer in de 4 maanden een container legt, dan ben je toch volstrekt vergeten. Dat ding staat 4 maanden naast de deur en moet dan op een bepaalde datum ingeleverd worden. In mijn beleving, en ik hoor het graag anders, kun je dan beter zeggen, we halen niks meer op. Dan nemen we een besluit en zorgen gewoon iedereen die vuilnis heeft, die kan het heel erg verstandig differentiëren en splitsen. Die kan het leuk vinden, die kan ervoor beoordelen. U mag zelf de motivatie uitzoeken, maar laat dat het doel zijn om uiteindelijk zoveel mogelijk restafval te beperken. Daar zou je voor moeten staan. En het gaat nu weer in mijn beleving totaal de verkeerde kant op door het over allerlei details te hebben. Maar we missen het punt, we missen de beleving en bij u vind ik ook wel wat de passie om te zeggen, we gaan naar die 30 kilo toe en dat gaan we zo doen. Ik hoor het niet, ik zie het niet en we hebben het nu over allerlei zaken, over compensatieregelingen die ook maar niet van de grond komen. Ik zie het, er gebeurt niet veel. U eindigt ook weer met, we hebben de tarieven nog niet helemaal, dat komt er met de begroting weer. Ik hoor als het over lastenverlichting gaat, geeft u niet het antwoord van wat meneer Bottegraaf wil horen van, nee, als je minder doet, betaal je ook minder. Dan heeft u het weer over een tientje hier of een tientje daar, die uit de algemene middelen moeten komen en daar hebben we het niet over. Wij willen volgens mij allemaal hier zo weinig mogelijk afval. En we willen daar allemaal zo weinig mogelijk voor betalen. Laat dat dan de gemene delen zijn waar u vanuit zou kunnen proberen om dit dossier een keer tot een einde te brengen. De wethouder. Mevrouw de voorzitter, staat u mij toch even toe om te reageren op de heer Gelling. Want ik ben het volstrekt niet met hem eens als u zegt van er staat voor u een wethouder die niet de emotie heeft om het tot een goed einde te brengen. Juist nadrukkelijk wel zou ik willen zeggen, met steeds als uitgangspunt zo min mogelijk restafval. Laat het ook heel helder zijn. En als er heel veel vragen en detailvragen zijn, hè, dan komen die ook allemaal bij u vandaan. Omdat we met elkaar aan het zoeken zijn, juist naar de juiste vorm waarop we dat tot stand willen brengen. En daar verschillen we wat van mening over. Ja, dat is nou een keer ook politiek. Maar ik heb nadrukkelijk in het stuk gezegd waar we naartoe willen. Daar staat ook nadrukkelijk die 30 kilo in.
Want als u zegt, ja, er is geen beleid. Het staat heel nadrukkelijk op papier. We hebben dat onderbouwd met cijfers. We hebben laten zien dat het elders kan. En dan is mijn vraag aan u, wat wilt u dan nog meer? Want u moet daar volgens mij ook dan ook gewoon een besluit over willen en durven nemen om zo ver te willen gaan. Wij kiezen voor duurzaam, maar niet duurder. En dat hebben we nadrukkelijk in dit stuk, al die stukken en alle bijlagen, voortdurend onderbouwd. En wij zijn er ook in het proces, hebben we daar heel veel aandacht aan besteed. We hebben met plaatselijke belangen erover overleg gehad. We hebben goed geluisterd, we hebben de enquête uitgezet. Dus als u dan zegt van ja, uw doel is mij niet helder, dan begrijp ik u niet. Dat wil ik toch gezegd hebben. Voorzitter, mag ik er één PSP-vraag op stellen? Is het dan werkelijk zo in de wet dat u nu zegt dat als u één keer in de vier maanden het vuilnis ophaalt en het verder laat bij de voorstellen die hier nu liggen, dat we dan in 2025 30 kilo restafval per aansluiting hebben? Even correctie. Eén keer per vier maanden heb ik het niet genoemd. Dat staat u in uw eigen voorstel. Nee. Ik heb u die voorliggen. 3,5 weken. 3, nee, maar we gaan naar 30 kilo. Ja, dat uiteindelijk. Is waar we naartoe willen. Ja. Ja. Maar gaat u, nee, maar dat is de vraag. Want u presenteert het hier. U zegt 3,25 keer haal ik er nog op in 2019. Ik wil niet op. En 2025 wilt u 30 kilogram restafval hebben. Gaat u dat met dit systeem, met de maatregelen die u nu voorstelt, gaat u dat in 2025 zo halen? Met dit systeem willen we daar naartoe. Dat klopt. En we hebben ook gezegd, luisterend ook naar datgene wat we uit de samenleving hebben gehaald, als het gaat om serviceniveau, om kwaliteit, om geld, is dit een systeem waarmee we uiteindelijk daar naartoe willen komen. Ja, dat klopt. Als u kijkt naar wat er in Stadpost plaatsvindt, die werkt met exact hetzelfde systeem. Als u de stukken heeft gelezen, kunt u ook zien dat de Stadpost op dit moment van 100 kilo naar 55 kilo is gegaan. In hele korte tijd. Als u kijkt naar de sorteeranalyses, daarom hebben ze er ook bij gedaan, kunt u zien dat meer dan de helft van de inhoud van de containers bestaat uit afval die daar niet in thuis hoort. Dus als we beter met elkaar scheiden, en die prikkel, die willen we er ook in laten, ook als reactie op meneer Nijhoff. Want als u zegt, ja, we verschuiven nu het accent van DIFTAR naar vastrecht, dan leg je die prikkel weer andersom. En leg je hem ook veel meer bij ons als gemeente neer. En ik zou die prikkel andersom willen leggen. Voorzitter. Meneer Jonkans, als u het heel even wil bewaren, ik wil graag eerst even portefeuillehouder zo'n antwoord laten afmaken. Dus ik denk dat we zeker die stap kunnen gaan maken. En ik acht het zeer realistisch dat als we met elkaar dit willen gaan doorzetten en dit in gang gaan zetten, dat we uiteindelijk tot die 30 kilo gaan komen. Dan hebben we het over 2025. Dat klopt, daar hebben we nog even te gaan. Maar als ik zie wat er elders in korte tijd is bereikt, waarom zou het dan hier niet kunnen? Ja, ik heb een vraagje. Kan de portefeuille misschien schetsen wat de kosten zijn als ik in het nieuwe systeem, en ik ben autonomaal verbruiker, dus een gemiddelde burger van Hardenberg, en ik wat ik nu gemiddeld aanbied en wat in de gewenste situatie aangeboden wordt, wat daar het verschil in geld is wat ik dan bespaar. Ja, volgens mij hebben we dat ook in de bijlage in de stukken nadrukkelijk gesteld. Dus als u terug kunt zien, uiteindelijk zal het zo zijn dat u steeds minder vaak de restafvalcontainer aanbiedt. Mm-hmm. Dus een prikkel zit hem in DIFTAR. Een container kost ruim 9 euro per keer. Hoe minder vaak hem aanbiedt, bespaart 9 euro. Zo simpel is het. Dan doen we even nog niks met het vastrecht, zeg ik maar even nadrukkelijk. Want dat zijn de systeemkosten. En DIFTAR en vastrecht zijn gezamenlijk de systeemkosten die we hebben voor afvalinzameling. En daarom ben ik er ook op tegen om nu te zeggen van nou, gaan we DIFTAR maar even sleutelen, gaan we verhogen. Want dan weet ik zeker wat er gebeurt en gaan we die 30 kilo nooit halen. Want dan leggen we de prikkel net andersom en dan zul je zien dat je weer veel meer restafval krijgt. En dan worden mensen veel minder scherp en secuur op die inzameling. Dat is de clue van dit hele verhaal. Niet meer en niet minder. Ik ga door met de beantwoording als u goed vindt, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Kelder zegt, ja, op basis van vrijwilligheid buitengebied. Nee, dat doen we dus niet. Het is een collectief systeem, heb ik ook nadrukkelijk gezegd. Dus dat geldt voor iedereen. Of iemand daar dan vervolgens gebruik van maakt, dat is een ander verhaal. Ik zeg heel nadrukkelijk dat de ervaring leert, onder andere in Twenterand, onder andere in Stapos in het buitengebied, dat 85% van de mensen in het buitengebied de container gebruikt en ook heel frequent gebruikt. Voorzitter, als ik mag. De wethouder zegt, dat wil ik niet. Nee, u hebt de vorige keer beloofd dat u zou gaan uitzoeken of het mogelijk was. En dat heb u dus dan niet gedaan, begrijp ik. En dat had ik wel graag gewild.
Dan hebben we daar een interpretatieverschil over, want volgens mij is die vraag mij vorige keer ook nadrukkelijk gesteld. Toen heb ik gezegd, het is niet op basis van vrijwilligheid, maar als het anders is opgevat, nou, dan komen we daar op een reactie op terug. Incontinentiemateriaal, meneer Mulder. Ik ken de dagverblijven, ik snap de logische verbinding die u daarin zoekt. We hebben dan wel te maken met een private instelling. Dus we zullen kijken of we in overleg met ROVA kunnen zien en organiseren. Of dat weer bij elkaar kunnen gaan brengen. Dus ik vind het een logische gedachte. Dan willen we dat nadrukkelijk doen in overleg met onze afvalinzamelaar. U wijst terecht ook op de spreiding vanuit de kaart die u heeft gekregen. En het is ons ook opgevallen, inderdaad. Als je kijkt naar Hardenberg en Dedenswaard, dan zie je concentratie van ondergrondse systemen meer centraal gericht. Dus in de centra en wat minder ook in de buitenwijken. We hebben ook gezegd van ja, we kunnen ons voorstellen dat dat ook vragen oplevert. Dat het ook praktisch gezien misschien wat onhandig is. Dus we hebben ook aangegeven dat we in de aanloop naar over 2 weken toch gaan kijken of we in die buitenwijken ook een voorziening kunnen gaan regelen. En wat dat precies is en hoeveel, dat gaan we nog even onderzoeken. Ook in relatie weer tot kosten natuurlijk. Want we willen binnen die bandbreedte blijven die we met elkaar hebben afgesproken. Hè? Duurzaam maar niet duurder, want dat is ons uitgangspunt. Maar we komen daarop terug, dus u krijgt een aangepast verhaal rondom OVS. Openbare ruimte, een terechte vraag denk ik, want we kunnen natuurlijk thuis allemaal heel goed scheiden. Als we vervolgens op straat lopen, gaan winkelen en we kunnen het niet kwijt, ja wat is dan het educatieve karakter daarvan, de prikkel. En je ziet inderdaad in bepaalde steden, niet alleen hier in Nederland, maar ook in het buitenland, dat ze wel ook in die openbare ruimtes die verschillende mogelijkheden hebben om te scheiden. Dus wij gaan kijken of we inderdaad in de centra van Hardenberg en Dedenswaard een pilot kunnen starten om te zien of daarmee ook die prikkel kunnen vergroten. Dat gaan we ook weer doen in afstemming met onze inzamelaar ROVA. U heeft tenslotte gevraagd naar de evaluatie. Ja, het lijkt mij heel nadrukkelijk dat wij ook heel benieuwd zijn als we dit gaan invoeren, waar we dan over een half jaar staan. Dus we hebben ook gezegd, dan is het goed als we 1 januari invoeren, dat we dan in juli, augustus een evaluatie doen. Ik stel voor in augustus volgend jaar. Op het eerste half jaar om te echt te kijken naar de resultaten daarvan. Want we hebben ook gezegd, ja, je kunt het over een jaar doen, maar we zijn tegenwoordig redelijk snel in staat om cijfers te analyseren. Dat heeft u kunnen zien uit de informatie die u heeft gekregen. Dus ik stel voor dat we dat dan doen na de zomervakantie 2018, over het eerste half jaar 2018. Meneer Jonkans, Partij van Arbeid, volgens mij heb ik uw vraag beantwoord rondom de kernen of de wijken die nog blanco zijn, zeg ik maar even heel plat. Daar komt dus een voorstel. Ik heb ook gereageerd volgens mij voor een deel in ieder geval op de vraag van de heer Gelling. Want als u zegt van, ja, van 108 kilo naar 100, dat is een hele stap. Maar ik heb ook in de eerste termijn enkele weken geleden gezegd dat we blijven hangen op die 108 kilo. Hè. Het was uiteindelijk al in het verleden veel hoger. Maar die restafvalprikkel die zit er niet meer in. Dat zullen we moeten gaan stimuleren. Met dit systeem, ook gebaseerd op ervaringscijfers die we hebben dichtbij, zeg ik maar, moet dat gewoon mogelijk zijn. Als dat in stapels kan en men gaat in korte tijd terug naar 55 kilo, dames en heren, dan moeten wij dat ook kunnen. Waarom zou dat niet kunnen? We werken met exact hetzelfde systeem. En met exact dezelfde service- en dienstniveau. Ja, en als u zegt, ja, visie, beleid. Volgens mij hebben we niet een uitvoerig beleidsdocument hier neergelegd, maar gewoon een praktisch handdocument. Gebaseerd op een visie die er nadrukkelijk volgens mij in staat, waar we naartoe willen. Duurzaamheid, duurzaam, maar niet duurder. Dus ik voel uw opmerking niet helemaal goed aan, maar volgens mij is het glashelder waar we naartoe willen. En als het gaat om kosten, en die vraag heb ik ook geproefd bij meneer Nijhoff, versus vastrecht DIFTAR, of je daar wat mee kunt spelen. Wat levert dat nou uiteindelijk voor onze inwoner op? Want dat is volgens mij wat u nadrukkelijk steeds om vraagt allebei. Misschien is het goed dat we daar nog eens even kort op terugkomen in een aanvullend document. Naar over 2 weken toe. Daar wil ik best nog eens een keer voor u op reizen. Zodat we ook nog eens goed kunnen duiden wat vastrecht en DIFTAR, hoe die in verhouding tot elkaar staan. Want u heeft volgens mij ook gezegd en gevraagd om eens een onderbouwing te geven van het vastrecht. Klopt. Dus kom op terug. Maar blij dat u in ieder geval de scheidingsdoeleinden
ondersteunt. Want uw duurzaamheid heb ik wel begrepen. En ingewikkeld is het volgens mij niet. Dus ik... meneer Nijhoff, u heeft een aantal uitspraken gedaan en soms ook een vraag aan gekoppeld. Die heb ik volgens mij gedurende een aantal beantwoordingen net de revue laten passeren. Want als u zegt, het serviceniveau, één keer per 4 naar 8 weken. Nou, ik heb ook gezegd, de compensatie die we daarvoor bieden, in de vorm van een OVS, dat we de prikkel bij onze inwoners willen neerleggen, dat we toegaan in het, voor wat betreft de PND-inzameling van juist die plastic zak naar de container toe, dat we rekening houden met doelgroepen, dan denk ik dat we ons serviceniveau op een aanvaardbaar niveau een pijl hebben. En dan kunt u daar nog van alles van vinden, maar we hebben heel erg goed het evenwicht gezocht, dus kwaliteit en prijs daarin. Laat dat ook heel helder zijn. Een toekomstbeeld, ik heb het net al geschetst, dat is natuurlijk zo min mogelijk restafval. Want vergis u niet, dames en heren, geachte raadsleden, het restafval wordt ook steeds minder. We krijgen steeds meer verwerkingskosten rondom PND en andere afvalstromen. Dus we zien inderdaad daar waar gemeenten erin slagen dat heel erg te beperken, dat je dus een heel andere stroom van afval krijgt, die uiteindelijk ook heel vaak weer als grondstof kan worden ingezet. Want uiteindelijk willen we allemaal van afval naar grondstof. Dat is ons doel. Dus ook als het gaat om GFT. Wat u heeft ook kunnen lezen, dat GFT weer groen gas oplevert, dat weer terugkeert naar de gemeente. Als het gaat om groen gas in onze voorziening. Als het gaat om certificaat. Als het gaat om de matrix bijvoorbeeld. Dus dat keert allemaal terug. Dus daar maak je die circulaire economie, want dat woord heb ik vanavond nog niet gehoord, die breng je dan heel erg dicht tot stand. En daarom is het zo belangrijk dat we het restafvalprobleem heel serieus nemen. Dat we er zelf als gemeente het goede voorbeeld in geven, maar dat we ook iets van onze inwoners mogen verwachten. En dat is wat ik u eigenlijk vraag. En natuurlijk zal het voor mensen in bepaalde situaties niet gemakkelijk zijn of ongemak opleveren, maar daar zullen we gewoon een maatwerkoplossing voor bedenken. Maar we gaan uit van de collectiviteit, omdat we te maken hebben met een collectief inzamelend systeem voor al onze inwoners. Daar gaat het om. Voorzitter. U vindt mij aan mijn zijde, wethouder, wanneer u zegt dat het restafval zoveel mogelijk naar beneden moet. Mijn vraag was eigenlijk, we gaan terug met restafval, aantal aanbiedingen wordt lager. En over 3 jaar zitten we nog op 1 keer in de 4 maand aanbieden van een restafval komt in. Ja, is dan de praktijk dat u dan een voorstel lanceert? Dan brengen we alles naar het ondergrondsafvalsysteem, halen we niet meer op. Hoe ziet u dat? Ja, dat is een spannende ontwikkeling, omdat ik in mijn beeldvorming en in mijn droom, zeg maar die ik wel als realistisch beschouw, terug wil naar die 30 kilo. En we hebben ook gezegd, we willen juist die OVS plaatsen, want dat is ook een drukkelijk verzoek geweest vanuit de samenleving, om toch in eerste instantie de container aan huis te houden, hè? Want we hadden ook kunnen zeggen, we gaan helemaal naar OVS. Dat hebben we ooit eens een keer eerder in de raad hier behandeld, maar ik weet hoe u daarover denkt. Dus we hebben gezegd, daar maken we die mix van. Maar als je kijkt naar de hele afvalontwikkeling, dan kan het maar zo zijn dat we straks heel weinig restafval nog hebben, en dat we die OVS die dan voor restafval is bedoeld, om gaan bouwen naar een OVS voor het PMD. Of andere afvalstroom. Zo moet u dat in feite zien. En dat levert geld op, dat heeft u ook kunnen zien. En zegt u daarmee ook dat het systeem van restafvalcontainers ophalen daar blijft bestaan? Die is voorlopig nog niet weg. Dat klopt. Nee, voorlopig niet. Nee. In toekomstbeeld? Nou, in toekomstbeeld, ik hoop dat zoveel mogelijk beperkt wordt. Maar nu niet, omdat men nadrukkelijk heeft gezegd, en dat zien we ook terug in de enquêteresultaten, want dat vind ik wel een hele belangrijke basis. Uiteraard ook wat u ervan vindt, maar ook vanuit die samenleving. We willen graag het service dienstverleningsniveau houden. Dus wij hechten aan inzameling aan huis. In combinatie met het brengen 24 uur per dag. Dat is wel de kracht van dit OVS-systeem, dat je op elk gewenst moment je afval kunt aanbieden. En dat moet de aanloop zijn naar die verdere doelstelling straks. En dat kan het best betekenen dat we naar een heel andere vorm van inzamelen gaan. Maar zover zijn we nog niet. Laten we nou eens zorgen dat we van die 108 kilo naar 30 kilo gaan. En die kans ligt er, dames en heren. Want dat heeft u ook kunnen zien in de resultaten tot nu toe. Dus ik zou heel graag met u die stap willen maken. Maar dat weet u.
Ik kom terug dus op het verhaal DIFTAR versus vast recht. Dat gaan we nog even voor u op papier zetten om die verwarring te voorkomen. De scholen, dat was ook vraag van de heer Boersma volgens mij de vorige keer. De samenwerking met de scholen, die is nadrukkelijk ook al gezocht. Zowel Vechtdal College als Glijdanus. En ook, ik heb begrepen, de andere school. Hebben gezegd van, we willen graag meedoen aan een project met ROVA. En wat ik heel mooi daaraan vind van de scholen, is dat ze hebben gezegd, wij willen het inzamelen ook van plastic, PMD, samen met onze studenten-leerlingen gaan doen. ROVA heeft gezegd, daar willen we aan meewerken. Dus we plaatsen ook een container. En als tegenprestatie zorgen de scholen ervoor dat de omgeving, straat, directe straten daaromheen ook schoon zijn. We zien direct effect van de combinatie bewustwording en aandacht voor je omgeving. Nou, en dat is volgens mij, dat zijn de toekomstige inwoners die hopelijk naar minder dan 30 kilo gaan, zou ik maar willen zeggen. En ik zie bij jou. Mevrouw de voorzitter, mag ik even wat op zeggen? Ja, het zou het niet verbazen, ik ben ontzettend blij met deze ontwikkeling. En op zo korte termijn, ik wil u daarvoor bedanken. Dank u wel. En we zien bij jongeren, dat vind ik wel mooi, want we hebben ook de projecten op de basisschool op dit moment. En als ik daar kom en ik word elk jaar uitgenodigd bij een school, dan zien we ook het bewustzijn ook onder jongeren, heerlijke jonge kinderen, die zeggen van, ja, maar ik ben opgevoed met dat ik het links, rechts of in het midden moet scheiden. En dat is heel anders geweest toen ik nog heel jong was, want toen hadden we maar één afvalbak, zeg ik maar, tegelijkertijd. Maar als je dat van het begin af aan erin brengt, dat als een opvoedkunde beschouwt, dan ben ik best optimistisch over afval scheiden en het brengen van afval naar grondstof. We hebben het met elkaar ook volgens mij gehad over de sorteeranalyse, het GFD buitengebied. Ja, je kunt zeggen, ik zie weinig verschil tussen stedelijk gebied en buitengebied, maar ook in het buitengebied heeft u zelf kunnen zien. Het zijn steekproeven, hè, want het worden elk jaar steekproeven gehouden. Gemiddeld, hè, even los van stedelijk of buitengebied, ziet u dat meer dan de helft, hè, van wat aangeboden wordt niet bestaat uit materiaal wat daar eigenlijk in hoort. Dan zit een grote vermenging nog van tuinafval, maar ook bijvoorbeeld van papier, karton, van glas. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Nou, we hebben juist door die sorteeranalyses, die heel detailistisch zijn, u willen laten zien wat er allemaal in zit, is er welke mogelijkheden er nog liggen om te komen tot A, betere scheiding, en B, minder kosten. Dus betere scheiding is duurzamer, beter voor het milieu, en u betaalt ook als inwoner veel minder als u daar meer op let. Die kansen liggen er nu gewoon. Dat is wat ik wil zeggen. Ja, een extra voorlichting. Dat lijkt me helder. Daar heeft u volgens mij ook om gevraagd. Communicatie, voorlichting. Dat is wat mij betreft ook een blijvend proces. Ongeacht waar je woont, of je nou hoogbouw, laagbouw of in het buitengebied woont. We zullen, als u dit plan zo vaststelt, over 2 weken een groot communicatieplan ook gaan opzetten. Om nadrukkelijk nog een keer te vermelden hoe wij kijken, zeg maar, de toekomst van afvalscheiding. En hoe we mensen daarbij kunnen helpen. Ongeacht wie ze zijn en waar ze wonen. Want het is en blijft een collectief systeem. Dat willen we met elkaar zo blijven doen. Voorzitter, mag ik de wethouder een vraag stellen? De wethouder gaf net een bespiegeling. En toen ging hij onder andere ook in op het bezoek die hij elk jaar brengt aan scholen. En de tendens die hij daar signaleert. Dat onze jeugd al heel nadrukkelijk bezig is met, noem het dan maar even, het probleem afval, het probleem scheiden en alles wat ermee samenhangt. En dat hij dus heel optimistisch en heel hoopvol is en verwachtingsvol is, dat onze nieuwe generatie dat gewoon van nature gaat oppakken. En dan denk ik, als dat dan zo is, dan hoeven we eigenlijk niks te veranderen, want dan zorgt die nieuwe generatie wel dat die grijze container naar 30 kilo toe gaat. Voorzitter, mag ik daar alsjeblieft een vraag over stellen? Want ik kan nu toch echt niet aan de indruk onttrekken dat u denkt, na onze zonvloed, wij willen gewoon zo min mogelijk betalen en wat er allemaal met de duurzaamheid gebeurt. Nee, niet na onze zonvloed. Ik heb heel veel vertrouwen in onze jeugd en dat geeft de wethouder ook aan. Maar als dezelfde wethouder nou uitlegt dat we hier misschien wel op zulke korte termijn terug kunnen naar minder dan de helft van wat we nu individueel weggooien. En het ons ook nog minder kost. Dan verzint u allerlei argumenten waarom dat toch allemaal een heel slecht idee is. Dus wat is er dan op tegen? Voorzitter,
De opmerking dat het minder gaat kosten is absoluut niet juist. Er is eerder over gesproken, ik ga dat verder niet toelichten. Wat we allemaal willen, is naar een systeem toe dat er minder afval komt. En wat ik alleen maar aangeef, is dat die trend in onze samenleving zichtbaar is, en zeker onder de jeugd. En dan moet je inderdaad afvragen of je het systeem nu zo op de kop gaat gooien met allerlei aanvullende maatregelen, laat ik het maar netjes zeggen. Of dat je zegt van jongens, de trend zit er gewoon in en zorg gewoon dat je een goed systeem hebt. En zorg gewoon dat je in onze ogen, de prikkel bij het afgeven van afval, dat je daarop inspeelt. Mevrouw Luiten. Meneer Dogger, mevrouw de voorzitter, dank u wel. Als ik met meneer Dogger meega in deze redenering, namelijk dat onze jeugd dat allemaal met de paplepel ingegoten krijgt, en onze jeugd over 5 of over 10 jaar degene is die de afvalcontainer vult, dan lijkt het me nou juist heel belangrijk dat we dan een systeem klaar hebben staan wat gericht is op scheiden. Precies, met de financiële prikkel. En daar hebben wij het over. Ik neem aan dat de wethouder ook nog wel wil reageren. Nou, ik vind het een mooie discussie, mevrouw de voorzitter. Maar ik zou willen zeggen, kijk, als we nu nog op 108 kilo zitten, hebben we hier nog wel wat te doen volgens mij met elkaar. Dus laten we maar snel beginnen. En ik ben het helemaal met u eens dat we optimistisch moeten zijn over de jeugd. Maar u heeft hier als volwassene ook nog een opdracht met elkaar te doen. Dat zou ik daarmee willen afsluiten. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Botter zie ik al zijn vinger opsteken. Meneer Nijhoff. Mevrouw Van der Hoek. Dan begin ik bij meneer Nijhoff. Nee, dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag naar waarom of de hoogbouw buiten het scheidingsverhaal wordt gehouden. Ja. Want er zijn toch 2500 aansluitingen. Ik neem aan dat de wethouder er zo op terug gaat komen. Meneer Botter. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in het kielzog van de ambtenaar kwam inderdaad ook de bestuurder mee naar de fractie van Op Koers om inderdaad te vernemen wat er leeft in die fractie ten aanzien van dit vraagstuk. We kunnen bevestigen dat hij bij ons geweest is. U heeft ons niet leren kennen als de partij die regelmatig complimenten uitdeelt, maar met terugwerkende kracht aan de portefeuillehouder. Alsnog dank voor dat bezoek. Dank u wel. Mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Het is een bijzonder innoverende discussie die ontzettend verleidelijk is om allerlei betogen te houden. Ik zal het even kort houden. Ik had 2 korte vraagjes nog over. De compensatieregeling voor incontinentie, kunnen we dat ook over 2 weken verwachten? Of heeft u daar meer tijd voor nodig? En een andere vraag. Op het moment dat wij geen DIFTAR meer zouden doen, heb ik kunnen lezen in de beantwoording van de schriftelijke vraag van D66 over de privacy. Als we DIFTAR afschaffen, hebben we dan direct dan een privacy-kwestie dan een probleem. Dank u wel. Mevrouw de voorzitter. Even heel kort de vraag van de compensatieregeling. Nou, we kunnen over 2 weken wel even een inschatting maken van de verwachte kosten op basis van ervaringscijfers. Maar uiteindelijk moet, als het gaat om een investering, dat wel bij de begroting worden vastgesteld. Maar dan kunnen we zien hoe realistisch het is om dat mee te nemen richting begroting. Dus daar komen we ook op terug. Die inschatting. Voor het heeft de 2 andere vragen wil ik even ambtelijke adviseur meneer Lemmen het woord geven. Zo. Voorzitter, dank voor het woord. Vraag 1 was meneer Nijhoff. Ging over de hoogbouwoplossingen. Waarom wordt voor 2500 woningen een hoogbouwoplossing geen GFT-voorziening geplaatst? Dat heeft te maken met ervaringen die door heel Nederland bekend zijn. Het is niet zozeer dat de inwoners die containers vervuilen, maar omdat die containers over het algemeen vrij toegankelijk zijn, hebben passanten die containers vaak in gebruik als de prullenbak in het centrum. En daardoor treedt een hoge mate van vervuiling op, waardoor het GFT-afval wat op die wijze wordt ingezameld niet als GFT-afval kan worden behandeld en dus rechtstreeks in de oven verdwijnt. Dan ben je dus extra kosten aan het maken voor een voorziening die dus niks oplevert. En daarvan is gezegd, dat moeten we niet doen. Er is een mogelijkheid om een test, om een pilot te gaan doen. Om in een hoogbouw of meerdere hoogbouwen een pilotcontainer neer te gaan zetten. Dat hebben we ook al overlegd met Rova, die daar ervaringen mee hebben in Amersfoort bijvoorbeeld. Daar zijn de ervaringscijfers overigens niet erg bemoedigend van. Maar het kan maar zo zijn dat Amersfoort niet Hardenberg is of Hardenberg niet Amersfoort. Dus ik kan me voorstellen dat we in het voorstel nog meenemen om een pilot te doen bij hoogbouw met een afsluitbare GFT-container. Die ook middels een pasje kan worden geopend. En dat is 1. En dan
De tweede vraag, die ging over DIFTA en privacy. Dat is van GroenLinks, mevrouw Van de Hoek. Inderdaad, en ik denk dat u allen het nieuws gevolgd heeft de afgelopen weken rondom ondergrondse containers en wel of geen DIFTA in Arnhem. Arnhem is veroordeeld, althans hebben we doorgekregen dat zij de toegangscontrole zoals ze die hebben middels een huisgebonden pas niet mogen uitvoeren, omdat dat inbreuk maakt op de privacywetgeving. En dat is nadrukkelijk bij vermeld dat indien men in Arnhem wel DIFTA zou hebben, dat probleem er niet zou zijn. Kortom, DIFTA afschaffen betekent eigenlijk ook toegangscontroles afschaffen. Dan heb je dus geen milieupas. Dat is eigenlijk de huidige conclusie van het verhaal. Dank u wel. Dan was dit voor de tweede termijn. Dan rest mij de vraag of dit als bespreek of hamerstuk naar de raadsvergadering gaat. Maar dat lijkt mij meer dan duidelijk. Hamerstuk. Dat wordt een bespreekstuk, ben ik bang. En... Voorzitter, ik hoor niemand dat het een bespreekstuk wordt. Nou, de conclusie zal misschien om het even zijn, maar wat ons betreft toch een bespreekstuk. Ja. De discussies gehoord hebben, meneer Stelpstra, ging ik daar zomaar van uit. En ik denk dat dat terecht was. Ik moet even terug naar mijn agenda. Maar volgens mij zijn wij beland bij de rondvraag. Heeft er iemand iets voor de rondvraag? Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Ons bereikt het bericht dat zorgverzekeraar Sylvain Kruis vrij plotseling in een aantal gemeentes de collectieve zorgverzekering voor minima heeft opgezegd. Is het college hiermee bekend en heeft het nog gevolgen voor kwetsbare inwoners van Harderwerf? Mevrouw de voorzitter, klopt inderdaad wat mevrouw Kloekhorst daarbij zegt. Het heeft ook in de kranten gestaan, volgens mij inderdaad een bericht dat Sylvain Kruis overweegt om in ieder geval, zover wij onze kennis nu reikt, geen nieuwe overeenkomsten meer af te sluiten met de gemeente. Het heeft ook met kosten en baten te maken. Voor het betreft Harderwerf is het zo dat er nu wel een voorstel ligt voor de verlenging voor 2018. Dus omdat we al langere tijd met Sylvain Kruis werken, samenwerken, is er een aanbod gedaan voor een pakket 2018. Wat dat voor de lange termijn betekent, 2019-20, dat weet ik dus niet. Dus men heeft wel gezegd, we gaan niet zomaar weer met nieuwe gemeenten een overeenkomst afsluiten. Maar met de bestaande gemeenten, waaronder Harderwerf, komt er gewoon een verlenging voor 2018. En we komen binnenkort ook met een voorstel wat betreft tarivering en compensatie. Dank u wel. Dan sluit ik hier bij de vergadering. Wens ik u allemaal nog een fijne avond.